Tromgeroffel. Hey Bastiaan, heb je nog een leuke tip? Van harte welkom bij een nieuwe Otis Go Advice. In deze Otis Go Advice ga ik de vraag beantwoorden: hoe stel je een nieuw wachtwoord in voor jezelf of voor een collega? Nou, dat is in Otis Go heel eenvoudig. Hoe doe je dat? Je klikt aan de rechterbovenkant op je eigen naam en vervolgens kies je voor de optie gebruikersinstellingen. Er veropent vervolgens een lijst met een hele hoop instellingen en we willen natuurlijk de instelling van het wachtwoord hier uitfilteren. Dus aan de rechterbovenkant bij het trefwoord tik ik wachtwoord in en ik druk vervolgens op enter. Je kan natuurlijk ook op de zoekerknop klikken. Nou, vervolgens heb je nog steeds behoorlijk wat instellingen die betrekking hebben op een wachtwoord. Gelukkig, de bovenste ervan is degene die we willen hebben, namelijk accountgegevens wachtwoord. Als ik daarop klik, dan opent een venster waar ik een nieuw wachtwoord in kan invullen. Ik vul hier het nieuwe wachtwoord in. Dat ga ik nu eventjes niet doen, want ik wil mijn wachtwoord eigenlijk nu niet veranderen. Nadat ik het wachtwoord heb ingevuld, klik ik aan de rechter onderkant op bewaren en is mijn wachtwoord aangepast. Nou, iedere gebruiker kan zijn eigen wachtwoord aanpassen. En dat is sowieso verstandig om dat af en toe ook te doen. Soms dwingen we dat ook af. Een key user kan ook de wachtwoorden van zijn collega's aanpassen. Dat is vooral handig op het moment dat een collega zegt: ik kom mijn autosysteem hier in, beste key user, kan jij mij helpen? Hoe doe je dat? Nou, eigenlijk dezelfde stappen. Echter, een key user heeft hier aan de rechterkant nog een optie gebruiker, waarbij die andere gebruikers kan selecteren. Dus ik kan hier bijvoorbeeld zeggen: hey, ik wil voor bijvoorbeeld user JobGenius, wil ik het wachtwoord veranderen. Dus ik selecteer hier aan de rechterkant user JobGenius. Ik klik op accountgegevens wachtwoord. Ik vul een nieuw wachtwoord in. Ik klik op de knop bewaren en het wachtwoord is voor die andere gebruiker aangepast. Als je het wachtwoord voor een andere gebruiker gaat aanpassen, ik benadruk hem eventjes. Selecteer echt even aan de rechterkant de juiste gebruiker, want voordat je het weet heb je je eigen wachtwoord aangepast. Dit was de Otis Go Advice video, hoe je een nieuw wachtwoord instelt voor jezelf of voor een collega.